hele goede morgen. Mega Janneman hier. Leuk dat je kijkt. Ik sta hier nog even te vissen. Het gaat best goed. Ik heb 13 visjes opgevangen. En een salm, en een puffervis en een clownsvis. En een boog trouwens, deze. Nou, dat is geen slechte boog. Of wel soms. De hengel gaat super goed, joh. Maar goed, dit is het laatste visje. Misschien krijgen we nog iets anders. Altijd spannend. Maar ja. Zo. Dat was hem. Nummertje 15. Dan gaan we direct even verder. Ik wil een kat. Zo lang geleden dat ik een kat heb gehad. Het wordt er nu alweer tijd voor. Even kijken of we hier een vinden. Meestal loopt hij gewoon wel ergens heen. Maar of dat nu zo is, dat weet ik niet. Even kijken. Het regent net hard, dus misschien hebben ze zich verstopt. Wat zit daar, vraag ik mij dan af, daar. Geen idee. Het zou een fakkel kunnen zijn. Tot nu toe geen katten bekennen, maar je moet stil zijn om katten te zoeken. Ik zie hem. Doei. Wow. Hoeveel botten zijn dat wel niet? 5, 6? Nou ja, dan kom ik hier niet meer weg. Deze maar even. Zo. Nou ja, dit is wel jungle, maar een beetje op de rand. Misschien dat ik daarom niks vind. Even kijken. Misschien daar, dat is wat groter. Hij zat even vast. We doen het weer. Sssst. Ik zag net een kat lopen daar. Een ocelot. Oh, vingers even niet goed. Daarboven liep die. En daar loopt ook een. Maar dat is een babytje. Dan weet ik niet zeker of we die ook kunnen doen. Is het wel een babytje? Het is een volwassen kat. Die me ziet. Nee, gaan we wat dichterbij. Zit hij weer vast, hè? Ja, hij doet het weer. Oh, dat is schrikken. Hij schrikt van me. Maar hij kan er niet vandoor. Ik hoop dat hij weer tot rust komt. Kom maar, het is goed. Oh, hier is er nog één. Hé, hey, wil jij een visje? Oh, in één keer wilde je een visje. Ben je nou van mij? Nee. We proberen het nog een keer. Hij komt weer terug. Wil jij een visje? Wil je nog een visje? Ja! Yeah!
beetje gek dat hij in love is. Voordat hij een visje wordt. Even kijken hoe het met deze is. Psst. Hey. Nou. Die is wat banger. Kijk nou, wat is die aan het doen? Spot. Ja, je bent lief. Nou, deze heeft totaal geen oog voor mij. Er zit waarschijnlijk iets in die boom wat hij leuker vindt. Ik ga eens kijken. Zie jij hier dan? Hé, ik heb hier vis. Hallo, vis. Ja, ik hoor je. Toen net deed ik het ook zo. De vis raakt ook niet op en nu begint het nacht te worden. Kom maar. Hey. Oké, hij zit weer mooi. Klik. Nee hoor. Maar de vis raakt ook niet op. De vis raakt niet op. Nou, blijf maar lekker zitten waar je zit. Ik vind het wel goed. Ik neem Spot mee, of hoe die ook heet. Ga je mee? Zo, kom. We gaan hier weg. Het is hier gevaarlijk. Ja, daar is die. Kom. Komt ze achter me aan? Ja. Gaan we hier langs. Daar is nog één. Oh, maar die is veel te bang. Het is wel eens interessant om te zien of je ook zo'n kleintje kunt betoveren. Er gebeurt wel iets. Oh, ze wordt zo groot. Nou, blijf maar lekker klein dan. Kom, ga nou uit het water. Kom er gauw uit. Kom. Kom. Kom er nou uit. Ja, dat doet wel een beetje zeer, maar dat moet ook. Anders kom je er niet uit. Hè? Kom, hier. Hier kan je wel langs, toch? Ja, echt gelukkig. Katten in water. Ja, kom maar. Oh, daar. Wat is er nou dan? Ben je bang? Kom. Kom maar. Kom, hup omhoog. Rotkat. Ja, goed zo, kom. Goed. Nou, dan ga ik even denken hoe ik mijn kat zit naar het dorp toe krijg.
Dan kom ik zo even bij je terug. Zo, we zijn weer in de grot. We laten die kat even waar die zit. Ik ben nog iets van plan om hier te gaan doen. Goed, ik heb natuurlijk een schaar bij me. Dan kunnen we het beter even afknippen. Zo. Weg met dat groene spul. Ploep. Huppakee. En dit hakken we ook allemaal weg. Zo. Mijn schaapjes nog even scheren. Kom maar jongens. Hup. En dan gaan we weer verder met dit ding hier. Ik hoop dat hij breed genoeg is. Even tellen hoor. 1, 2, 3. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Even kijken. 1, 2, 3. Moet dat hier? 4. Potsel. Had ik nodig. En nou is de potsel veranderd in dirt. Nou, ik heb nog wel ergens wat. Dat had ik even moeten weten. Waar heb ik mijn silk dat schepje gelaten dan? Oh, die heb ik weer. Ja. Potsel, wat lag dat ook nog maar? Hier. Paar extra. Zo, gaan we deze kant weer op. Zo, die daar. Huppakee. Nou, dan zie ik dat hier nog wat achter moet. Achterweg moet. Zo. Ik heb hiervoor een rijtje ijs neergelegd. Maar dat zie je al wel. Nou ben ik mijn... Hè? Oh, gelukkig. Deze heb ik ook nog nodig. Die stoppen we hier even in. Die en die en die en die. Heb ik allemaal opgehaald net. Potsel weg. Eén, twee, drie, vier. Zo. Huppakee. Deze hier. Die. Deze hier. Zo. Is dat niet cool? Dan hebben we deze. Die doen we hier. Zo. Ook leuk. Blauw glas had ik ook al. Ja, hier. Daar leg je 4 zo neer. En dan 4 hier. Zo. En er moet eigenlijk ook nog 4 bovenop. Hier weer bovenop. Zo. Hup. Zo. Even kijken deze kant op. Zo. Hup. Eén, twee, drie, vier. Zo. Hopper.
En die druk je daarin. Zo. Dan. Deze hier. Perfect. Daar een blok. Daar. Perfect. Daar een blok. Pak je een repeatertje. Die sla je daarop. En een stukje redstone. Nou, die heb ik zo nodig. Doe je hier. En dan hier een dingetje. Pak je weer een blok. Die zet je tegen de redstone aan. Kijk, als je kunt zien. Hier komt zo'n dingetje te staan. Ik ga hem zo tegenaan drukken. Dan heb ik een fakkel nodig. Zo. Mijn bijna kapotte superhengel daarheen. Zo. En deze doen we dan daar. En om het af te maken. Zo. Huppakee. Gaan we naar de andere kant. Doen we precies hetzelfde, maar dan anders. Zo. Hier, die, daar een blok. Hier een redstone. Hier een repeater. En zet je op vol open. Huppakee. Nou, dat is al mooi. Dan pak je je steen. Daar. Even kijken. Heb ik een bordje nodig? Zo. Weet je wel wat het wordt? Nee? Dat is jammer. Ik vertel het nog niet, maar ik denk dat je het wel zou moeten weten eigenlijk nu. Daar een beetje water. Dan heb ik dat spul hier staan. Die. Nou, weet je wat? We doen deze ook even hier. Dat is alweer te veel. Zo. Dan pakken we het gras. Varen. Misschien wil ik die shrubs ook nog. En nou, voor de zekerheid. Bam. Die daar. Bam. Bam. Nou, vooruit deze al hier. Meer heb ik niet nodig. Even kijken of je het ook ziet. Ja. Je ziet het. Cool. Pak ik deze even. Zo. En dan moet eigenlijk dit allemaal dichtgebouwd worden. Nou, dat doe ik gewoon met steen. Zo. Ho. Daar nog één. Daar en daar ook één. En dan, even kijken, moest hier. Die erbij. Die erbij en die erbij. Die daar. Die daar. Die daar. Die hier. Zo. Even kijken hoor. En die doen we dan daar. Klik. Zag je dat? Dat is jammer. Ik moet nog even afdichten. Zo. 1, 2, 3, 4.
Zo, dat is beter, want het werkt er zo niet. Even kijken wat we hierin doen. Nou, die moet eruit. Waarom deed je dat nou niet? En dan gooien we hem er even in. Klik. Kijk. Is dat niet cool? Dat is echt aquarium. Zo. Soms stopt hij helaas. Maar dan gooi je er gewoon een visje in. En dan doet hij het weer. Ik heb dit gepikt van een ander, dit ontwerp. Althans, dat was een oud ontwerp. En was het helemaal gemaakt van ijs. Want het leuke van ijs, toen nog, in een vorige Minecraft versie. Even kijken, dat kan ik je denk ik wel even ergens demonstreren. Hier. Zo, deze. Ja. Ja, eigenlijk hoef ik het je niet te demonstreren, want het werkt niet meer. Maar ik laat het toch nog even zien. Kijk. Vroeger zag je niet, kon je door ijs, zag je niet dat het water zo schuin afloopt. Dus zoals daarboven. Maar dat ziet er veel beter uit natuurlijk. Maar ja, dat werkt niet meer. Dus heb ik iets nieuws bedacht. En dat is dit, maar nu zitten ze daarboven nog steeds zo. Zie je nog dat ze van links naar rechts gegooid worden. Oh, die blijft... Die redt het niet. Ja, die redt het ook. Heel soms redden ze het niet. Dan moet je hem opengraven. Kijk, maar zo heb je een aquarium. Mooi dichtgebouwd. Kan natuurlijk, je kunt er natuurlijk veel meer mee doen. Dan dit. Je zou de achterkant hier nog kunnen veranderen in een kleurtje. Daar had ik eigenlijk het wol voor. Dus ik zal nog even kijken of dat er mooi uitziet. Of dat er beter uitziet dan zonder een achterkant. Het ziet er wel echt eruit wat mij betreft. Dus dat is wel cool. Dan slaan we daar nog even een in. En hier ook. Dan is die dichtgemaakt. Oh, wacht. Volgens mij heb ik hem nou ook direct stuk gemaakt. Of niet? Ho. Fuck a duck. Kijk, deze stond daar. In een varen, dacht ik. Maar misschien ook deze. Die staat er al. Zet ik er hier een varen neer. Een perch in een varen. Nou vraag ik maar waarom die het niet meer doet. Want ik zie nergens een visje zweven. Zo. Hup. Goed, het ontwerp dat ik dus gebruikt heb, dat werkt helaas niet meer. Maar dit vind ik wel een goed alternatief. Zeker als je hem zo doet. Dan ziet het er hartstikke leuk uit. Ik kan daar wel wat mee. Ik hoop jullie ook. Ja, dit gebeurt dus heel soms. Dan blijft zo'n visje... Die blijft daar... Ja, lullig achterhangen. Gaat hij opeens niet verder? Nee, dat zou wel moeten. Maar ja. Het gebeurt niet. Je kunt er ook niet bij. Dus dat is ook een nadeel. Maar, ach. Ieder voordeel hebt zijn nadeel. Zo. Oh, die daar weer. En dan moet je hem weer opstarten. Dat is ook problematisch, want ik heb net de boel dichtgehakt. Nou, doen we dan weer zo. Dat was een pufferfish. Oh, mis.
Zo. En dan gaat hij weer. Nou, misschien moet ik hier een deurtje maken of zoiets. Of een ander onderhoudsluikje. Maar zo maak je dus een aquariumpje. Oh. Hè? Oh, dat ijs is natuurlijk gesmolten. Maar waarom is het ijs gesmolten? En ik had toch het emmertje weggehad? Oh ja, dat zijn nu... muts. Zo. Nou, hier kan hij toch niks weghalen. Hup. Zo. Hup. Nou, leuk. Of niet? Het is toch te gek? Aquarium. Oké. En dan gaan we tot slot nog even wat dingetjes doen. Daarvoor moeten we eerst op reis. Wow. Ja, dat red ik niet meer. Ik ben even aan het traag zijn. Het is hier ook wel eens lichter geweest volgens mij. Nou ja, detail. Niet zo heel belangrijk. Waar ben je? Hup. Oeh, een poster zombie villager. Zo, weg met die lui. We gaan even aan de wandel. En dan kom ik zo bij je terug. Zo, nou ik ben even in de nether. Als het goed is. Ik weet het niet heel zeker, maar... Heb ik hier ergens een portal gemaakt? Deze niet, die gaan naar mijn bloemendingen toe. Hoe was die naar honden leidt? Kijk. En nu ik al een kat heb, huisgubben en... Ja... Kijk, een portal die naar honden leidt. Nou, dat werkt dus zo. Eens even kijken of die het ook direct doet. Die doet het niet. Doet het ook niet. Ja, en daar is die. En hij heeft een oranje halsband. Dan hebben we hier nog één. Daar sta ik te ver voor weg. Zo. Ja, en weg is die. En zou je dat zien? Wordt het nacht. Fuck. Dat is helemaal niet goed. Want ik heb meer dan één hond nodig. Zoals ik ook nog meer dan één kat nodig heb. Maar, ja. Even zien. Hij was daar. Ik weet zeker dat die meer zijn. Beetje dichterbij. Wil je niet? Doe maar, nog een poging. Kom maar. Kom jongen. Nu? Daar loopt al een creeper, daar in het bos. Ja, is ook van mij. Kom. Kom. Daar is ook weer een creeper. Er is hier trouwens best veel spul. Dat is op zich wel goed natuurlijk. Je zult ze een beetje moeilijker maken. Nou, waar gaat hondje 2 heen? Kom eens hier, joh. Wordt hij opgeblazen. Kom. We gaan kijken of jullie door de portal heen kunnen.
Ze doen het niet uit zichzelf. Oké. Okay. Blijkbaar niet. Dan duw ik ze er even door. Zit. En jij ook. Zit. Hup. Ja, ik heb geen leidraad bij me. Dus dat doen we even zo. Beetje duwen. Doe maar. Hup. Die is weg. Kijk of die echt weg is. Hop, ja, daar is die. Ja, ga eens met je hoofd uit dat netherrack. Hoppakee. Komt u maar. Ja joh, geen gezeur. Kom maar mee. Nou, dat gaat best goed zo. Het kost een beetje moeite. Even kijken. Veilig. Bloemenmachine, dan moet ik helemaal hier langs. Zou dat kunnen? Ik denk wel dat ze redelijk veilig zijn. Ik bedoel, tot aan mijn hub toe sowieso. Ga je mee? Kut en Jul. En zit. Nou moet je weer die tunnel in. Portal in. En dat lukt zo natuurlijk niet. Want hij is niet... Even hoog. Kom. Kom. Hierop. Kom maar. Kom maar. Tikkie omhoog. Ik haat dit gedoe. Nou, die zit erop. En zit. En die komt er ook aan. Oh, hij floept er zelf door. Nou, dat is nog beter. Beetje dommig van hem. Kom maar. Rijd mee. Kom op. Oh, dat gaat wel lekker snel. Zo. Zo. Ah, daar ben je. Kom. Kom maar. Oh, wacht, dit is niet de goeie. Zit. Ah. Dat was dom. Nou, kom maar weer mee. Jij ook. Kom. Zit. Dit is weer mijn bloemending. Ja, daar komt hij aan hoor. Een grapjas. Zit. Dan ga ik hem er weer van afduwen. Dat is niet de bedoeling. Zo. Hup. Ja. Toe nou. Hup die gang weer in. Zo, dat is weer een weg.
Nee, hierheen. Kom nou. Nee, ga er nou niet weer door. Sta. Ja, ook sta. We moeten nog wat verder, jongens. Hierheen. Kom. Oh, nee. Ach. Nou, die zijn in één keer dood. Wat een sukkels. Nou, ik probeer het nog een keer. Maar eerst maar met een leidraadje. Dan kan ik achter ze aan. Dan kunnen ze achter me aan. Zo, nou. Ik ben hier gekomen. Viel niet mee. Maar met een leidraadje is het toch veel makkelijker. Nu moeten ze nog helemaal daarheen. Ik hoop dat dat goed gaat. Ik heb al één karretje gepakt. Hup. Dat is karretje nummer 2. Plop. Zo. En daar heb ik zelf ook nog één nodig natuurlijk. Dat is weer niet handig. Maar dan gaat hij wel weer leeg. Eens even kijken. Zo, die erop. Doe maar, jij ook. Kom op nou. Rottige karretjes. Ja, nog een duwtje en daar gaat hij. Ik ga er direct maar achteraan. Daar gaan we. Ik hoop dat het goed komt. Ze gaan wel snel zo, maar ik neem aan dat het zo werkt. We zullen zien. Zo, nou ik ben er en ze lopen hier al vrij los rond. Dat is hartstikke cool. Dat komt natuurlijk omdat... waarom die daar stuk is, weet ik niet. Dat komt natuurlijk dat ze hier naartoe tp'en. En naar mij toe teleporteren. Nou ja, en het karretje gaat natuurlijk stuk. Ze zijn vrij. Deze is misschien wel een beetje ziekjes. Deze misschien ook wel. Komt u maar. Hup. Het maakt niet uit. We zullen ze straks even beter bekijken. Blijven ze natuurlijk weer vastzitten in mijn deur. Dat is ook wel zoiets. Hij zit er nog? Ja. Mooi, daar gaan we. Kom jullie. Hup, snel. Ja. Nou ja. Dat doen ze in ieder geval. Dan gaan we kijken of we ze zo mee kunnen krijgen in een... Kom maar. Oh, deze kant moet op. Ik hoor één hond blaffen. Daar zijn ze allebei. Hebben jullie ook nog leidraad om? Nee. Hup. En daar is nummer 2. Zo, gaat u mee? Ja, nou ik stop ze eerst maar in de shop. Het is niet anders. Er was een hels kawaii. Oh. Ja, daar zijn ze. En sit. Sit. Jij ook sit. Sit. Hartstikke cool. 2 honden erbij. Woehoe. Nou, dat ga ik even niet meer bij mijn kat doen. Dat was al een paar uur werk. Of een paar uur is wat overdreven, maar wel lang. Dus zo krijg je beestjes deze kant op. Hartstikke cool.
Nou, hebben ze vlees nodig natuurlijk. Kon dit ook? Nou, die heeft alweer twee. Mooi. Jullie blijven hier even zitten. Althans, jullie blijven daarboven even zitten. Hoppakee. Daar en jij daar om mijn part. Niet weg TP'en. Ik ben tevreden. Ik hoop dat jullie ook tevreden zijn. Als dat zo is, laat dan alsjeblieft even een like achter. Of nog beter, abonneer op mijn kanaal. In ieder geval weer ontzettend bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer. Later, doei doei.